van Wissen. Een onderslagen vechter, heeft veel indruk gemaakt in zijn eerste partij. Het is Kevin van Hekelen. Wat verwacht je van de partij? Ik verwacht een mooie technische partij. Ik zie Ronde van als een intelligente vechter. Dus ik ben blij met deze matchup. Ik verwacht een technische partij. Ja. Je geeft aan, Donovan is een intelligente vechter. Hoe zou jij zelf als vechter typeren? Hetzelfde eigenlijk. Een allround vechter. Een beetje wat die zich aan is aan de situatie kan aanpassen. Dus. Het wordt voor jou voor het eerst op zo'n groot podium als dit voor Glory. Brengt dat extra zenuwen met zich mee? Nee, het brengt geen extra zenuw met zich mee, maar ik ben wel heel erg enthousiast. Ik wacht al een tijd op deze kans en ik ga met open armen ontvangen. Heb je ook net een extra schepje erbovenop gedaan in je voorbereiding, omdat je weet dat het op zo'n groot podium is? Of heb je je eigen vastgehouden aan je vaste trainingsrituelen? Eigenlijk al mijn vaste trainingsrituelen. Alleen ik ben het allemaal wel wat serieuzer gaan nemen. Dus ik had het zo'n mooie hoogste platform van kickboxen. Dus ik ben echt als een professional te werk geweest. Wat is dan echt het significante verschil? Je zegt niet, pak hem aan als een professional ten opzichte van de vorige keer. Ja, een stukje dieet, een stukje rust. Af en toe etentjes met vrienden overslaan. Dat zijn toch wel de kleine dingetjes die je te doen. Dus we zien morgen gaan we de sterkste head-to-goal zien die we eigenlijk voorheen hebben gezien. Ja, ik ben heel erg fit. Ik ben erg voorbereid op deze partij. En ik heb het gezien. Yes.